In dit tweede deel willen we graag de verschillende stappen die dit CTC-model uit Communities at Care omhelst, met jullie gaan concretiseren. De grote kracht van dit model is dat dit een procesmatige benadering is, waardoor dat je op een heel grondige manier, gebaseerd op data, beslissingen kunt nemen om dan echt wel systematisch vorm te geven aan je gemeenschapsgerichte preventie. De finaliteit blijft uiteraard in alle tijden dat we een gezonde ontwikkeling bij jongeren willen promoten en parallel daarmee het probleemgedrag willen verminderen. Je merkt, er zijn 5 stappen, maar dat stopt niet. Het is een cyclisch gebeuren, omdat het natuurlijk de bedoeling is dat we na de laatste fase ook wel gaan kijken naar wat betekent dat nu. Moeten we dit nu nog verder gaan bijsturen? Moeten we nog ergens dingen gaan verfijnen, zodanig dat we echt wel op een heel diepgaande manier dit thema kunnen vastnemen? Als eerst moeten we natuurlijk starten, daarna gaan we ons organiseren, zodanig dat dat niet is, we springen erin, dat echt wel op een heel doordachte manier kunnen gebeuren. Om dan in een derde stap een gemeenschapsprofiel te ontwikkelen. En van daaruit volgt er heel logisch een plan. En als laatste, een heel belangrijke, dat we met z'n allen, ik maak me daar zelf ook wel soms schuldig aan, soms wat durven te vergeten, terwijl dat misschien de belangrijkste fase van allemaal is, is niet alleen te implementeren, maar vooral ook te evalueren. En dat ook wel heel systematisch te doen. We gaan nu die verschillende stappen heel concreet eens gaan bekijken. De eerste stap is heel logisch. We moeten natuurlijk van start gaan. En dat is zo logisch. En het appel is vaak van die aard dat we de neiging hebben om te starten. We beginnen eraan. Het is heel cruciaal in het CTC-model dat we daar onze tijd voor nemen. Dat we daar goed over nadenken. En deze fase zal vaak het verdere verloop van dit project ook gaan sturen. Echt wel gaan kijken naar wie hebben we eigenlijk nodig. Wie zijn de sleutelfiguren uit deze gemeenschap dat we willen betrekken om dit proces samen mee te doorlopen. Wie dat precies is, hangt natuurlijk af van de gemeenschap waarin dat je bezig bent. Ik kan me voorstellen dat het heel logisch is dat je iemand betrekt van het lokaal bestuur, dat je iemand betrekt vanuit het onderwijs, dat je iemand betrekt vanuit een grote zorgorganisatie in de gemeenschap. Dat je iemand vanuit de gemeenschap zelf, een burger, kan daar ook een stem in hebben. Dat je echt kijkt wie kan de stem geven aan zijn achterban. En dat is direct een hele grote. Dat mensen zich ook bewust zijn van welke stoel heb ik hier? Wie is mijn achterban en op welke manier ga ik ook hun stem vertegenwoordigen? Je zit eigenlijk in zo'n groep niet als individu. Je zit daar om met dat helikopterperspectief voor ogen, om die gemeenschapsgerichte preventie te gaan doen, echt te kijken in functie van de gemeenschap. We moeten dat natuurlijk ook heel praktisch gaan organiseren, maar niet alleen praktisch, in heel die organisatiefase. We moeten ook kijken, wat is de start, wat is onze voedingsbodem? En dat is zo dankbaar dat ze daar in dat CTC-model ook naartoe gaan kijken. Want als we het hebben over preventie, dat is natuurlijk iets waarvan dat heel veel mensen denken iets van te weten, maar waarbij dat we toch nog heel veel werk hebben in het heel goed vastnemen van wat is dat nu eigenlijk vanuit preventiewetenschap, wat is de wetenschap die daarachter zit en hoe kunnen die kaders ons eigenlijk gewoon vastgeven. En als we dat in deze fase vastnemen, dan gaan we eigenlijk vermijden dat we daar doorheen het verdere proces heel tijd op botsen. Dat we continu moeten uitleggen aan verschillende mensen uit die groep van ja, maar dat is eigenlijk niet geen geïndiceerde interventie. We moeten toch dingen gaan onderbouwen en hoe dat dan in elkaar zit. We kunnen dat vermijden dat dat vertragend werkt door daar al heel snel oog voor te hebben. Wat dat de uitkomst ook is, want er zijn uiteraard handboeken, maar je hebt ook je bent een aan het volgen, de online webinars bij VAD, maar er zijn ook andere manieren om te kijken hoe kunnen we dit gaan doen. Samen is als groep het vormingsaanbod van VAD bekijken of u richten tot een regionaal preventiewerker. In elke regio in Vlaanderen heb je regionale preventiewerkers verbonden aan het CGG die je gerust een vorming op maat van de gemeenschapsgroep kunnen geven en die heel diepgaand input kunnen geven in hoe kunnen we dit procesmatig vastnemen. Dan moeten we natuurlijk de neuzen in dezelfde richting hebben.
Het is de bedoeling dat we kijken naar wat is onze visie? Waar dromen we over? Hè? Wanneer gaan we zeggen, het is goed geweest dat we daar als groep hebben samengezeten? Maar ook, wat zijn uw nachtmerries? Wat wilt je zeker niet gaan doen? Er zijn een paar duidelijk. We willen niet continu zitten discussiëren over wat dat probleem nu eigenlijk wel is. We moeten daar ook van kunnen loskomen. Maar dat scherpstellen is een belangrijke, want die visie, dat zal onze leidraad zijn. Dat is hetgeen dat ons richting zal geven in waar dat we naartoe willen. Dat zal ook het heel makkelijk maken om verder in het proces stappen te zetten en knopen door te hakken. We moeten natuurlijk dat ook wel op een bepaald moment in een tijdslijn gaan capteren. Het is niet de bedoeling dat we zeggen, oké, we organiseren hier een werkgroep tot in het einde der tijden. We moeten echt wel al van in een vrij vroege fase nadenken over, oké, wanneer willen we nu eigenlijk een aantal resultaten zien. De volgende stap is dat we dat gaan concretiseren. Heel dat verhaal met de visie, hetgeen dat we naartoe willen. Hoe zitten we eigenlijk in de gemeenschap op dit moment? Wat is ons profiel? Wat zijn de mogelijkheden dat we zien? Maar wat zijn ook onze problemen? We kunnen die niet zomaar parkeren. En het is uiteraard de bedoeling dat die een plaats krijgen, een duidelijke plaats, maar ook wel een afgebakende plaats. Het is niet de bedoeling dat dit de ventileerplaats wordt en dat we daar continu in blijven hangen. We moeten die in eerste instantie identificeren, maar vervolgens ook wel gaan kijken naar wat zijn nu de mogelijkheden. Hoe doe je dat dan, zo'n gemeenschapsprofiel? Bij het CTC-model zeggen ze, eigenlijk zijn er heel veel data. Je kunt data gebruiken uit een lokale youth survey, gebruiken ze dan. Je kunt ook andere methodieken gebruiken. Maar je hoeft daarom niet altijd iets nieuws te doen. Er liggen al zoveel data. Als we kijken naar de data die we hebben vanuit de mutualiteiten, de data die de politiezones hebben, de data die we hebben vanuit de VAD-leerlingbevraging. Je kunt die eigenlijk ook per gemeenschap gaan bekijken. Als je die uiteraard geanonimiseerd en GDPR-gewijs helemaal oké behandeld, kunt je dat ook integreren om die samen te leggen en dan te kijken, wat hebben we nu eigenlijk? Niet alleen specifiek rond THD, maar ook ruimer, want dat hangt uiteraard samen met gezondheidsproblemen, met gedragsproblemen. En hoe kunnen we daar kijken, wat zijn de gaten? Wat weten we eigenlijk niet in hetgeen dat er al is? Het is niet de bedoeling dat we in dit verhaal iets helemaal nieuw gaan doen. Er zullen uiteraard nieuwe stukken in het verhaal zitten, maar we willen vooral eens heel systematisch kijken naar wat hebben we al en hoe kan dat bijdragen aan effectieve gemeenschapspreventie. Hoe ziet zo'n proces er nu bijvoorbeeld uit? Als we goed kijken naar dat CTC-model, dan zie je ze vertrekken uiteraard op basis van data. Waarom is dat zo belangrijk? Als zaken gedreven worden door data, dan is uw werk eigenlijk veel gemakkelijker. En ik weet, dat klinkt op dit moment wat abstract, want ja, hoe moet je dan prioriteiten gaan zetten? Waarover kan dat dan bijvoorbeeld gaan? Uw data zullen u de weg wijzen. En dat is nu heel makkelijk gezegd, maar de meesten onder jullie weten dat natuurlijk, zo werkt het ook. Als we goed naar die data gaan kijken, dan zullen we zien van oké, dit zijn echt wel thema's die daaruit naar voren komen. Dit is iets dat een heel grote kracht blijkt te zijn in onze gemeenschap en dat we misschien niet voldoende benutten. Of dit zijn toch wel kwetsbaarheden dat we gerichter op moeten gaan werken. Waardoor dat we dan stelselmatig verder gaan en dat te synthetiseren, die sterke kanten, die kwetsbaarheden, om van daaruit verder te gaan. Wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Het is natuurlijk heel klein om te zien, maar het is om het toch ook wel wat concreter te maken, niet alleen abstract te vertellen. Je kunt dat bijvoorbeeld opdelen in 4 verschillende clusters, die uiteraard met elkaar in verbinding staan. Er zijn daar interactie-effecten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de cluster school, wat zijn dan mogelijke beschermende en risicofactoren die eruit naar voren kunnen komen? Als jongeren heel zwakke resultaten halen op school, is dat uiteraard een risicofactor. Als ze zich heel weinig betrokken voelen bij hetgeen dat er op school gebeurt, als school een levensdomein is, dat ze liever kwijt zijn, dan is dat
ook wel iets dat we moeten incalculeren. Maar anderzijds kan het heel beschermend zijn als we zien dat er heel veel prosociale betrokkenheid is. Als er bijvoorbeeld heel wat extracurriculaire activiteiten zijn op school waar dat jongeren heel veel betrokkenheid op tonen, zijn zaken dat je in zo'n analyse heel scherp zicht op krijgt. En op basis van die analyse gaan we natuurlijk verder. Het is niet de bedoeling dat dit alleen de reflectiegroep is. We gaan op een bepaald moment over tot de actie. En liefst geen jaren wachten. Anders zult je merken dat die groep daar ook wel wat moedeloos van wordt. Verandering vraagt op een bepaald moment ook wel enige snelheid. Vraagt een plan. Een preventieplan dan op basis van de gemeenschapsraad noemen we dat hier nu. Dat is die groep eigenlijk met die sleutelfiguren. Waarbij dat heel wenselijk is dat er iemand natuurlijk de leiding neemt. Om te kijken naar, hoe gaan we dat hier nu eigenlijk doen? Als je daar inspiratie in zoekt, er zijn natuurlijk alle registers dat je kunt gebruiken. Er zijn er heel wat evidence-based programma's die heel effectief blijken te zijn. We beperken ons in dit webinar tot dat algemene stuk. In die zin dat het vrijwel onmogelijk is om dat allemaal te gaan overlopen. Omdat dat te weinig recht zou doen op, aan het verhaal dat dit is. En dit is een verhaal van we moeten dit op maat gaan doen. We kunnen onmogelijk zeggen, oké, met dit en dit programma zult je op gemeenschapsniveau sowieso succes hebben. Want, als we dat eens heel concreet gaan bekijken. Vlaanderen is niet zo groot, maar ook al meteen heel divers. Als je iets wilt doen, bijvoorbeeld binnen een groot stedelijke omgeving zoals Antwerpen, dan zal dat al heel andere programma's, beleidskeuzes vragen dan als je iets wilt doen in een heel landelijke omgeving. Dus dat speelt heel erg mee. Die eerste stappen, die voedingsbodem, waar vertrekken we van om dan op basis daarvan uw programma's te gaan kiezen? Hoe kunt je dat ontwikkelen. Dit is hoe dat er dan ongeveer in de praktijk kan uitzien. Vanuit uw planning, je vertrekt uiteraard uw visie. Uw visie blijft uw kapstok doorheen heel dit proces. We kunnen heel mild zijn voor de mensen in de werkgroep, maar die visie blijft het centrale stuk. Daar hebben we in het begin over afgestemd, daar gaan we ook niet aan gaan raken. En dan gaan we kijken naar, wat kunnen we daar nu verder mee gaan doen? Welke uitkomsten verwachten we? Waar hopen we dat we op kunnen inzetten? En je ziet die uitkomsten, dat zit op verschillende niveaus. En dat is ook het dankbare aan die gemeenschapsgerichte preventie. We gaan uiteraard uitkomsten hebben die vrij rechtstreeks gelinkt zijn aan die interventies. Maar we zullen heel veel uitkomsten hebben die heel indirect waarneembaar zijn. Zoals de risicofactoren die verminderd worden. Dat is iets dat we vooral onrechtstreeks zullen merken. Maar dat geeft een heel grote uitkomst op langere termijn. Wat dat er daarbij belangrijk is, is dat we echt denken in mogelijkheden. Zeker het moment dat je inspiratie zoekt in die concrete programma's, die concrete interventies die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zou je vaak merken dat er in de werkgroep een sfeer komt van, goh, maar ja, hier gaat dat niet werken, hè. Ja, dan kennen ze onze gemeenschap nog niet. Daar moet je hier niet mee afkomen. Ja, dat is gewoon op papier, hè. Het is belangrijk om te exploreren wat zit er daarachter. We moeten weerstand ook wel omarmen, maar we moeten ook in mogelijkheden gaan denken. Als we altijd maar doen wat we al doen, hetgeen dat we al kennen, dan gaan we ook nooit iets nieuws krijgen. Soms moeten we ook eens out of the box iets nieuws gaan doen, eens proberen en zien wat dat ons brengt. Uiteraard doordacht. Maar niet alleen maar blijven vasthangen aan hetgeen dat we al kennen. Die vijfde stap, die staat hier heel kort op een slide, maar dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste, omdat die implementatie, daar zorg voor dragen. Echt binnen uw werkgroep kijken, wie zal er dat vastnemen? Wie zal er dat monitoren en evalueren? Want als dat is, dit wordt de gedeelde verantwoordelijkheid en we zitten daar met z'n allen heel schoon en idealistisch naar te kijken, dan wordt dat misschien weinig concreet. Wie gaat er wat daarin opnemen? Hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we die voortgang opvolgen? Welke indicatoren willen we daaraan koppelen? Dus echt
kijken wie heeft er de regierol, hè? Wie is er daartoe gemandateerd in dit verhaal en wie gaat er wat doen om dat echt te kunnen implementeren. Hè? Zodanig dat niet is na een jaar, oké, we beginnen opnieuw, maar ja, dat hebben we al geprobeerd. Hè? Ah ja, en dat hebben we ook al geprobeerd en dat hebben we ook al geprobeerd. En als we dat grondig bekijken, stellen we vaak vast, er is met zoveel goede intentie en goede inzet van alles geprobeerd tot aan stap tussen 3 en 4, hè, zonder dat heel die cyclus eigenlijk doorlopen wordt. En dat is natuurlijk geen makkelijke stap in die stap 5, maar het is wel de weg tot succes.